De krantenknipsels die ze hebben zijn schaars. Maar toch hebben ze samen een belangrijk deel van de recente geschiedenis van Tech geschreven. De club waarmee ze de laatste 6 jaar 5 keer zijn gepromoveerd. De talenten van Nehemia en Joel Sanaki kwamen bovendrijven op het schoolpleintje achter het ouderlijk huis in Culemborg. Hier zaten we dus vroeger op school. Dat was onze basisschool, dus er is weinig van over. Maar hier voetbalden we gewoon eigenlijk van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En totdat mijn moeder ons naar binnen riep. Jongens, komen jullie naar binnen? Ja, het was wel vooral ook altijd tegen elkaar volgens mij. En dan was het nog ook altijd wel redelijk hard tegen hard. Soms ging je wel eens huilend naar binnen. Sorry, maar het gebeurde wel eens. Ja, omdat ik niet tegen mijn verlies kon natuurlijk en ik was net iets sterker. Kom, en oppassen voor die auto staan zo. We gaan nog heel even door. Kom op. Naar binnen. Oké. Okay. We moeten zo weg. Neem maar de bananen. Zo. Even kijken hoor. Dan pak ik er even mooi uit. Jezus, wat had ik nog mooi lang haar hier, hè, Joe? Ja, is dat vast ritueel, de jongens verzorgen voor iedere wedstrijd? Ja. Want ze komen ook altijd even thuis, hè? Altijd even thuis. Ja, ik zie inderdaad aardige mooie bossen staan, maar ik vind dat we alle twee daar nog heel mooi zijn. Als ik deze zie, waar het echt is begonnen, zeg maar, in de derde klas, hadden alle twee nog een... Dat is alweer 6 jaar geleden, ja. Ja, er zijn niet veel van de spelers over. Soms staan wij er zelf, wordt het wat normaal op een gegeven moment, maar het is inderdaad, we hebben gewoon 5 promoties samen meegemaakt. En, als je dan weer aan het eind van het seizoen daar staat, dan is het altijd wel even extra genieten, ja. En dan is het wel altijd even dat we elkaar als eerste, denk ik, even benaderen weer van, ja, we staan weer op dit punt, zeg maar. Jongens, even lekker. Zo, dat ziet lekker uit. Lekker hapje. Heerlijk. Eigenlijk niet goed voor de voetbal, maar ik ga er wel extra van genieten. Lekker. Nou, dan pak ik zo nog even wat meer. Ja, lekker. Lekker. Ja, het is gewoon ook altijd ontspannen om hier thuis te komen. Er wordt altijd goed voor je gezorgd. En ik denk dat het een stukje rust geeft voor de voorbereiding voor een wedstrijd. Hoe is dat om samen in een elftal te voetballen? Ja, voor mij blijft het nog steeds echt top. Ik merk ook nog steeds dat als er één van ons niet speelt, ja, daar baal je dan toch ook echt van. Maar als we samen spelen vind ik dat nog steeds echt het leukste, ja, van het voetbal. Ja, zeker. Ik denk dat de reden dat wij samen spelen ook een van de redenen is dat we nog steeds ook bij Tech voetballen. In Tiel speelt Tech tegen GVVV. Na 2 dikke nederlagen moet er eigenlijk gewonnen worden. Nehemia staat in de basis, Joel zit op de bank. Bij Tech is die, ja, eigenlijk tot dit seizoen ook altijd een van de belangrijkere spelers geweest. En ik vind nog steeds dat hij een hele belangrijke rol heeft in het team. Alleen iets minder nu in het veld. Nou, ik kan wel zeker genieten van dat hij daar dan dat hij daar wel staat. En ja, ik hoop dan ook altijd dat hij gewoon lekker speelt. En nou ja, het liefst kom ik daar dan later in ieder geval bij, inderdaad. Is het moeilijk om één zoon te zien spelen en de andere reserve te zien staan? Ja. Eigenlijk wel, ja. Ik wou dat ze allebei speelden, maar ja, zo is het nu eenmaal. Hè. En hoe hoger je komt in de top, hoe moeilijker het wordt natuurlijk voor Joel. Volgens mij komt er iemand in. Ja, ik hoop het. Ja, Joel, hè? Ja, leuk. Leuk. Hij kan het wel, hoor, die Joe. Ben je gek? Huppatee, erin. Het was heel erg koud op de bank, dus het was wel even wennen met invallen. Het ging snel en nou ja, het was nog wel even spannend, maar nou ja, ik heb het gewoon als een lekkere wedstrijd. En ja, op een gegeven moment bij die 4-2, dan is het binnen. Dus nou ja, gewoon lekker. Ja. Maar winnen, allebei spelen, ouders langs de kant, het kon niet mooier. Nee, dat was een hele goede dag. Het kan inderdaad, ja, niet veel mooier, nee. Is toch die Pisangoreng, denk ik, hè, die het is geweest. Denk ik ook. Ja. Toch het geheim. Ja.